dreigende ziekte. Dus het maakt eigenlijk niet zozeer welke ziekte. En we denken altijd aan kanker, omdat dat inderdaad de meest voorkomende levensbedreigende ziekte bij kinderen is. Maar het kan ook andere ziektes zijn. Hè. Dus van het moment dat het leven van het kind in het gevaar komt, kunnen die gezinnen bij ons terecht voor hulp. Oh, maar zeg, Cyril, hoe kom je daar nu bij om bij de kleine prins te komen? Wel, daar ga ik ook uitleggen. Mijn kleindochter daarachter, die werkt in het UZ in Leuven. En die is daar een sociaal assistente. En die werkte toen op de kinderafdeling. En ik ben dat een keer op bezoek gegaan en ik was daar zo onder de indruk van dat die kinderen toch nog zo levensdingen waren. En ik zeg, ja, kom, dat is toch erg zoiets. Want kinderen mogen niet ziek worden, hè. Kinderen zijn de toekomst van ons. En dan komt meester Van Massen, die zat me dan te pushen over, ja, ik had mijn dossiertjes allemaal gemaakt en gedaan. En dan zegt hij, je moet daar een boek over schrijven, wat gaat je daarmee doen? Ik zeg, mijn vrouw heeft gezegd dat ik moet in de kachel steken. Opbranden, de kasten leegmaken en ja. Ja, wat gaat je niet doen? En, ja, maar ik zeg, ik ben geen schrijver, ik kan dat niet. En ja, probeer het toch maar een keer. Dat, een keer wat beginsels zijn en ik zeg, ja, kom, kapot gescheurd en opnieuw begonnen. En dan, ja, is het er toch van gekomen. Ik zeg, maar er moet iets tegenover staan. En ik gezocht op gegoogeld, hè. En daar kwam ik dan bij de kleine prins uit. Ik zeg, ja, dat is het. Voilà. Dat is voor de Limburgse kinderen en daarvoor doe ik het. Het is ook nog een Limburgse organisatie dat speelt. Dat is ook wel belangrijk voor jou, zeker? Ja, niet omdat ergens anders de kinderen niet minder waardig zijn, hè, maar het is voor Limburg en voor onze kinderen in Nederland. Die opbrengst is niet niks. Je weet het nog niet, het bedrag. Hè? Dat ga je dadelijk te weten komen. Wat gaan jullie met dat geld doen, eender hoe hoog het is? Ja, wij doen eigenlijk drie dingen. Wij gaan praktische hulp leveren bij de gezinnen. We gaan kijken waar hun noden liggen, wat ze nodig hebben. Maar we gaan ook financiële hulp bieden. Gezinnen die het financieel niet kunnen dragen om de ziekte van hun kind aan te pakken, gaan we ondersteunen. Omdat we eigenlijk nooit willen horen dat er in Limburg een kind zou zijn dat hun behandeling niet zou kunnen krijgen, omdat de ouders dat financieel niet aan kunnen. Dus daar gaan we dan financieel helpen. Maar waar eigenlijk het meeste van ons geld naartoe gaat, zijn wij organiseren gezinsactiviteiten. Dus een vijftal activiteiten per jaar waar alle gezinnen uitgenodigd worden. Dat is een Sinterklaasfeest. Eén keer per jaar gaan we op bezoek bij KRC Genk, waar we een wedstrijd mogen bijwonen. We hebben een lentefeest. We gaan een weekend naar zee met de gezinnen. En dan zijn er ook nog 8 gezinnen die we ieder jaar een weekje op vakantie laten gaan. Dus om al die dingen te betalen is er toch heel wat geld nodig. Dan is elke cent welkom. Ja, zeker weten. En sinds vorig jaar hebben we ook op vraag van de gezinnen, omdat dat een heel grote nood was, een studio gekocht vlakbij Gasthuisberg. We zijn die nu aan het renoveren, dus daar kunnen we de centjes zeker ook nog wel gebruiken. En dat is dan voor gezinnen waarvan het kind lange tijd in het ziekenhuis is, dat die dan in die studio kunnen verblijven om dus de verplaatsingen naar huis een beetje te beperken en wat tijd en geld voor hun uit te sparen. Dus ik denk dat het geld wel zeer welkom is.